We zijn hier in een opslag. Dit is de opslag waar wij toegang tot hebben voor onze filmavonden. Deze opslag daarin, het is in een donker kleine opslag met heel veel 35 mm films. En ook een paar 16 mm films. Dat zijn de kleinere films die daar op de schappen liggen. En ja, zoals je ziet, iedere maand moet ik hier de film uit gaan pikken. Die is gekozen tijdens de filmavond. Kijk, hier ergens staat een film tussen die we gaan vertonen. Dat is de film De La Morte de l'Amour, a.k.a. Cemetery Man. En kijk hier, het zijn 6 actes zo te zien. Dat staat dan op de zijkant, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deze is compleet. Nou, ik voel dat de film erin zit. Dus die neem ik dan zo mee. Nou, we zijn onderweg naar Chassé Cinema met de film. Die ligt op de achterbank. Budlucht is een samenwerking met Chassé Cinema en Bud Film Festival. En samen doen wij een maandelijkse filmavond met exclusief 35 en 16 mm films. Daarvoor moet ik iedere maand naar de opslag om de film op te halen uit ons archief. En er zijn allemaal bijzondere films die niet, het zijn niet de films waaraan je denkt als je denkt aan de klassiekers. Maar ze zijn vroeger wel heel erg veel vertoond. En in plaats van het zelf programmeren mag het publiek bepalen welke film er steeds wordt vertoond. Dus dat doen we door middel van stemmen. Het publiek, er is steeds iemand uit het publiek of iemand die je kent die veel van films weet. Die vraag ik om een voorselectie te maken uit ons archief van 3 films, A, B of C. Dan voorafgaande aan de film vertonen wij de trailers. En dan na de film mag het publiek dan stemmen welke film zij volgende maand willen zien bij de volgende Budlucht. Goedemorgen, wij komen de film leveren. Ze geven hier aan dat die widescreen SR is. Dat betekent widescreen is het beeldformaat en SR betekent surround geluid. Nu is het te zien dat het gewoon het beeld precies goed is afgesneden hier. Soms is dat niet en dan moet je er nog iets afhalen. Maar ja, er zijn verschillende bioscopen, ja, die laten dat dan weer zitten. En dan kon het wel zijn dat op verschillende plekken schakelstickers zat. Dat de film al stopte voordat hij eindelijk klaar was. Dus daarom is proefdraaien bij dit soort films wel van belang. Tireless. He was fantastic.